Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Dierenpraat TV. Een paar weken geleden hebben we de eerste keer een yes or no video opgenomen met Matsie. Hey, Saartje is er ook bij. Maar jullie hebben daar heel leuk op gereageerd en jullie hebben gevraagd of ik dat nog een keer wilde doen. En we hebben een aantal vragen ingezonden gekregen. Die gaan we nu doen samen met Matsie. En ik heb er wel een aantal dingen tussen zien staan waarvan ik hoop dat die vandaag niet komen. Oké, Mats, zullen we beginnen? Blijf kijken! Oké, ik ga ze neerleggen. Yes or no? Oké, en Mats, jij moet even goed in het midden, want anders, ja, dan stuur ik je liever naar no. Oké, we gaan beginnen met de eerste vraag. Brit moet Insta openen en het eerste wat ze ziet, moet ze liken. Oké, dat is best wel... Stel de post iemand dat er iemand dood is gegaan of dat het uit is gegaan met een vriendje en ik moet het gaan liken. Of gewoon iets wat ik helemaal... Ik volg ook gewoon dingen die ik niet zo leuk vind, weet je. En die ik eigenlijk gewoon liever niet wil liken. Oké, yes or no? Oké, Mats, yes or no? Yes. Oké. Oh mijn god. Het eerste wat ik ga zien op Instagram. Oh, wacht. Nou, hij heeft er nog een brokje op gegeten. Oh my god. Mats, jij wilt zeker zien wat ik als eerst gezien heb. Nou, ik heb Marcel. Dat is een hond. Die heeft een kostuum aan. En die is verkleed als hotdog. Dus dat is wel grappig. En dan gaan we nu op vind ik leuk klikken. Oké, ik heb echt mazzel. Het had echt erger gekund. De volgende vraag is... Moet Brit de rest van de video een onderbroek op haar hoofd dragen? My god, wacht. My god. Oké, onderbroek op de video, op mijn hoofd de hele video, yes or no? Oké, Mats, zet me niet voor lul. Ik heb het niet meer. Ja, je gaat naar no. Hij gaat naar no. En hij Oké, thanks. Yes. Hij ging heel even naar yes. Toen dacht ik, nee. En toen ging hij naar no. Hij twijfelt soms, maar hier ben ik je wel dankbaar voor. Brit vertelt een blunder. Yes or no? Dus moet ik een blunder vertellen? Bepaal het. Ja, dus. Oké, een blunder. Wat was een super stomme blunder? Even denken hoor. Oh, een blunder. Ik heb best wel veel blunders. Maar ik heb ook echt een probleempje met namen. En ik noem iemand altijd bij de verkeerde naam. En ik heb één keer een interview moeten doen op een podium. En ik heb die vrouw 3 dagen moeten interviewen. En ik heb haar gewoon 3 dagen de verkeerde naam gegeven. En toen was er een vriendin met haar mee. En die werd super kwaad. Die ging echt schreeuwen en was weggelopen. En ze had ook gelijk. Maar ik had continu in mijn hoofd, noem maar zo. En dan... Noem er niet zo. En dan noem je er zo. En ik heb ook laatst bij mijn televisiewerk kwam ik een collega tegen. En die collega die heette Rick. En ik heb diegene dus de hele tijd Frits genoemd. En elke keer zei ik tegen mezelf, hij heet Rick. Matsie, kom hier. Matsie zit even de snoepjes te stelen. En telkens noemde ik hem weer gewoon Frits. En dan voel je zo'n loser. En toen op een gegeven moment ging hij weg. Zeg ik, oké, bedankt Frits, doei. Oh nee, hij heet Rick. Oké, nou dat dus. Oké, volgende vraag. Moet Brit vertellen of ze wel eens op het politiebureau is geweest? Oké, ik weet niet waar Matsie vandaan komt, maar ik doe alvast dit hierop. Yes or no? No? Oké, hij blijft bij nee. Gelukkig. Moet Brit een hondenbrokje eten? Oh, godverdamme. Yes or no? Even in het midden. Kom eens. Kom eens hier. Oké, Mats, moet ik een hondenbrokje eten? Alsjeblieft niet. Ga alsjeblieft naar nee. Ga alsjeblieft naar nee. Oké, Mats houdt het echt spannend. Ga eens daar. Ja, hij ligt ergens. Oké, no. Oké, nu komt de laatste. De laatste is meestal het ergst. OMG. Brit moet mij nu uitlaten in bikini terwijl het 4 graden is. Mats, ik woon in Amsterdam, hè. Als ik gefotografeerd word in mijn bikini. Oh, dit zou echt erg worden. Oké, ik moet nog 1 brokje hebben. Oké, Mats. Je moet echt in het midden en ik lok je een beetje meer naar no. Wacht, ik ben in het
midden bij de E. Or no. Oh yes. Die yes doet iets verder. Gaan we iets verder weg. Yes. Gaan we iets meer daarheen. Oké, hier ligt no. Kies liever no en geen yes. No. Nee. Heeft hij hem op? Nee. 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 Ik heb een bikini. Het is, wacht, oh mijn god, ik ga eens kijken op het weer. Ik dacht, ik lok hem wel een beetje meer naar no. Amsterdam. Oh, het is echt gewoon, het is ijskoud buiten, serieus. Het is november. Oké. Okay. Ik doe me wel mijn bikini aan dan. Jongens, het is zo koud. Ik weet niet of ik het spel leuk vond. Maar er zijn ook allemaal mensen in de straat. Moet ik al? Staat. Staat er weer? Oké. Ik doe het gewoon. Wat? Ik loop een rondje. Oké, wacht. Ik mag wel een heel. Dit is zo slecht idee. Gewoon. Oké, nou. We moeten één rondje. Dan. Sorry hoor, we hebben een rare opdracht. Ja, nou. Je hond uitlaten in bikini. Ja, je bent. Oké, ik heb een rondje gelopen. Dit was echt te erg. En Matsie is helemaal blij. Die loopt gewoon. Die kijkt nergens naar. En ik had beter ook gewoon een zonnebril op kunnen doen. Ik doe dit nooit meer, maar doe alsjeblieft heel veel duimpjes omhoog op deze video. Want dat heb ik al verdiend. Het is koud. Vergeet niet te abonneren en tot volgende week. Ik ga naar binnen. Kom, Mats.